ben Jopie Hakkebord en ik heb een aantal schilderijen als gastexposant in Perron 3 opgehangen. En ik heb gekozen om mijn landschapsschilderijen op te hangen. Om toch een eenheid in de expositie te brengen. Het zijn allemaal schilderijen die ik gemaakt heb naar de waarneming. Ik ben buiten gaan zitten met mijn ezel en mijn paneeltje. En ik ben het landschap gaan schilderen. Het is een weergave van verschillende momenten in het seizoen. En van een paar plekken waar ik heel erg graag kom. Een van de plekken is het uitzicht dat ik heb vanuit ons huisje. In de tuin in Frankrijk, die we hebben in Noord-Frankrijk. En daar ben ik verwikkeld geraakt in een beschouwing over de vormen van de bomen, van de het gebladerte en hoe dat zich tot elkaar verhoudt qua kleur, qua vorm en qua licht. Dat is een hele samenvatting van hetgeen wat je doet. Maar stel, het is nu open atelierroute in Maren. Stel dat mensen jou nou ook buiten deze dag willen bezoeken of contact, hoe kunnen ze dat dan het beste doen? Nou, ik sta op de lijst van Maarns en Doordse kunstenaars. Er staan een aantal gegevens op. Ik sta op de website van de kunstroute Doornmaarn. Daar staan mijn telefoonnummer op en mijn e-mailadres. En ik heb een Facebook-adres. Oké, en dat is het van de kunstroute, dat de website is, als ik het goed heb, www.kunstroute-heuvelrug.nl. Oh, dat is heel goed mogelijk. Ja, oké. Wij heet tegenwoordig inderdaad Heuvelrug. Dankjewel.